Welkom bij deel 2 van ons beursverslag uit Parijs. En ook welkom in de wereld van mensen die in het normale gamma van Ferrari niets van hun gading kunnen vinden. En daarom moeten uitwijken naar hele speciale modellen. Daar zijn nu twee nieuwe van, hoewel het eigenlijk twee variaties zijn op dezelfde auto. De Monza SP1 en de Monza SP2. En die staan meteen ook symbool voor het begin van een nieuwe serie van dit soort auto's. De Icona series. Er komt van beide auto's een kleine oplage beschikbaar, maar we weten niet precies hoe groot die zal zijn. Beide auto's zijn gebaseerd op de 812 Superfast en hebben dus een V12 voorin die nog net iets meer vermogen levert trouwens dan in die auto. 810 pk, dat is natuurlijk echt belachelijk veel. En het verschil tussen de twee zit hem eigenlijk in het aantal zitplaatsen. De SP1 heeft, de naam zegt het al, één zitplek en dus ook één zo'n bult achter de bestuurder. En de rest is gewoon netjes afgeschermd. En de SP2 heeft twee van die bulten en twee stoelen, maar nog wel gescheiden door een carbon balk zou je kunnen zeggen. Dus het thema zit er wel goed in, het race thema. Beide auto's grijpen terug naar beroemde Ferraris uit het verleden. En in beide gevallen ontbreekt bijvoorbeeld ook een voorruit. Nou, meer open dan dit bestaat eigenlijk niet. En ja, die SP1 is net iets lichter, maar het scheelt 20 kilo geloof ik. Dus wat mij betreft mag er iemand mee. En ja, je zit echt in zo'n soort eigen koepeltje, zelfs in die SP2 dus. Helemaal omringd door koetswerk en een paneel dat naar de bestuurder toe is gedraaid. En op dat paneel hebben we iets interessants gevonden, een airco-knop. En dan denk je, dat slaat helemaal nergens op in zo'n open auto, maar airco is ook heel nuttig om bijvoorbeeld de ruiten te ontwasemen. En deze auto is niet helemaal nieuw, want die stond al op Pebble Beach. Dus als je daar geweest bent, dan heb je hem al gezien. Ik was daar niet en dan blijft het toch wel heel gaaf om naar te kijken. De 488 Pista Spider, dus de open versie van de heftige versie van de 488. Van de Hyundai i30 was al een hele sportieve variant, de i30N. En er was ook al een sportieve carrosserie variant, de i30 Fastback. Maar die twee had je gek genoeg nog niet gecombineerd. En daar komt hier verandering in. Dit is de i30 Fastback N. En die komt technisch gewoon overeen met de hatchback die je al kent. Dus ook deze auto is er met 250 of 275 pk. En de snelste versie gaat van 0 naar 100 in 6,1 seconden. Maar vooral, eigenlijk wat belangrijker is bij deze auto is hoe die rijdt. Het is echt een heel heftig apparaat en dat zal bij de Fastback vast niet anders zijn. En dat heftig is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd en daarom heeft de Hyundai al een tijdje geleden de i30 N-Line gepresenteerd. Dat is deze auto, ziet er grotendeels uit als een i30 N, maar is het niet. Het is alleen maar optisch. En als dat weer niet heftig genoeg is, dan is er speciaal voor deze beurs een showauto met de naam i30 N Option. En die zit helemaal vol met accessoires die binnenkort ook daadwerkelijk beschikbaar moeten komen, zodat je je i30 helemaal kan optuigen zoals jij dat zelf wil. Deze 508 hier achter mij die is goed voor twee nieuwtjes in één auto. Want nou ja, het eerste zie je meteen, het is een SW, dus de stationwagenversie. Dat is nieuw, maar het is ook nog een keer een hybrid. En die versie komt ook beschikbaar in de hatchback. Want de 508, de reguliere 508 is tegenwoordig een hatchback of een liftback. En niet meer een sedan. Maar ook meteen in de SW. Die levert 225 pk, daar kun je 50 km elektrisch mee rijden. Dus niet langer gekoppeld aan een dieselmotor zoals Peugeot vroeger deed bij plug-in hybrides. Maar aan een benzinemotor. En het goede nieuws is, de bagageruimte wordt er niet kleiner van. Dat betekent dat ook de hybrid iets krapper is dan de vorige 508 SW. Maar er is nog veel meer plug-in nieuws van Peugeot. Want dit is de 3008 Hybrid 4. Die komt dus terug, ook met een benzinemotor nu. Een 1,6 liter PureTech. Maar laat je daardoor niet misleiden, want in deze auto zit gewoon een krachtbron van 300 pk als je de elektromotor en de brandstofmotor combineert. En hij heeft vierwielaandrijving. De naam Hybrid 4 betekent dat hij vierwielaandrijving heeft. En deze auto betekent dat er ook nieuws aan zit te komen voor de DS7 Crossback, de Opel Grandland X en de Citroën C5 Aircross. Want die zijn technisch gelijk aan de Peugeot 3008. En ook die auto's komen dus in 2019 als plug-in hybride.
En als je nou echt heel erg baalt dat BMW een nieuwe X5 heeft gepresenteerd omdat je die oude nog zo mooi vond, dan moet je VinFast in de gaten houden. Want dit is, tenminste als we op de specificaties afgaan, eigenlijk een oude X5, maar wel heftig verbouwd. Het is de SA 2.0, een hele ingewikkelde naamvoering. En ze roepen er verder zelf niks over, maar de wielbasis komt precies overeen met een oude X5. En je ziet ook wel hier en daar wat elementen terug, zoals de vorm van de buitenspiegels, de hoek waaronder de ruiten staan. Kortom, het ademt hier en daar wat BMW, maar de rest is wel helemaal anders. Op detailniveau is alles helemaal anders, moet ik zeggen. Zoals de neus, vol met LED-verlichting en ook aan de achterkant allerlei, soms wat gezochte, maar in ieder geval bijzondere vormen. En natuurlijk de modieuze zwevende C-stijl. Nou, ik neem het je niet kwalijk als je VinFast nog niet kent. Het komt uit Vietnam en behalve die SUV die je net zag, wil het ook nog met deze sedan op de markt komen. En ook deze auto lijkt te zijn gebaseerd op een BMW, in dit geval de 5-serie. En wat wel heel verfrissend is, ze willen niet op de markt komen met EV's, zoals dat tegenwoordig bijna standaard lijkt, maar gewoon met verbrandingsmotoren. Dat 2.0 in de typeaanduiding, dat slaat daadwerkelijk op een 2 liter motor. Er wordt wel gewerkt aan een EV overigens, dus in de toekomst dan komt het toch nog goed. We sluiten af met het klapstuk van Peugeot, de E-Legend. En dan moet je niet boos worden, ik spreek het expres op zijn Engels uit, want zo heet de auto, is me verzekerd. En ja, dat is een auto die het op de site al enorm goed deed. En dat is ook eigenlijk geen verrassing, want hij oogt als een soort moderne reïncarnatie van de Peugeot 504. En dat is op zichzelf wel een hele mooie auto, maar in deze moderne vorm lijkt alles te kloppen. Althans, als ik jullie mag geloven, en zelf vind ik dat eigenlijk ook wel. Klassiek, met een lange neus en vrij hoge ramen en een rechtopstaande ruit. Maar dat is eigenlijk alleen de buitenkant. Want dit interieur, ja, je ziet het al, er zijn klassieke elementen, maar er zijn ook zeker hele moderne elementen. Die stoelen die zijn zelfs qua bekledingstof gebaseerd op de 504. Maar het interieur is erop ingericht dat je niet alleen zelf kan rijden, maar ook autonoom door het verkeer kan gaan. En dan verandert alles. Klapt de hele boel weg. Inclusief de pedalen. En dan heb je hier eigenlijk een zee van ruimte en een gigantisch scherm. En Peugeot heeft ervoor gekozen om in beide gevallen twee standen aan te bieden. Dus bij autonomie heb je twee standen. Een hele rustige stand waarin je helemaal tot rust kunt komen in de auto. En een stand waarin je alle informatie die via dat scherm maar tot je kan komen, tot je kan nemen. En ook qua zelfrijden heb je een sportieve stand en een, ja, Legend heet die. En een meer klassieke stand of een normale stand, zo gezegd. En dat is een belangrijk idee, zegt Peugeot. Dat is belangrijk voor de toekomstfilosofie van het merk. Want daarin moeten mensen vooral de keuze krijgen tussen of ze autonoom willen rijden of gewoon ouderwet zelf willen rijden. Nou, ook de aandrijflijn is heel modern, veel moderner dan je op basis van het uiterlijk zou verwachten. Het is een elektrische auto, 463 pk, 800 Nm. En je zou in theorie 600 km ver moeten kunnen komen op een acculading. Het ziet er in ieder geval allemaal heel veelbelovend uit. Ja, over productie heeft Peugeot het officieel nog niet, maar ik heb me al laten vertellen dat er intern een petitie aan de gang is om deze auto in productie te nemen. Dus we zullen zien. En hiermee sluiten we dan deel 2 van ons beursverslag Parijs af, maar blijf kijken, want er komt nog veel meer aan.